Vijf studenten van de eenjarige journalistieke opleiding van de Stichting ter Bevordering van de Journalistiek in Suriname, SBJS, hebben de opleiding succesvol afgerond. Vanmorgen hebben deze studenten hun onderzoek met een massamediaal product gepresenteerd in de multimediazaal van de AHKCO, de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs. De groep bestond in het begin uit 9 studenten, 2 hebben afgehaakt en 1 moet zijn massamediaal product nog presenteren. De 5 overgebleven studenten hebben de eindstreep direct behaald. De eenjarige opleiding is een samenwerking tussen SBJS en AHKCO en is in juli 2018 gestart. In 2016 is SBJS in samenwerking met de UNESCO gestart met deze opleiding. Van de eerste groep hebben 14 studenten de opleiding succesvol afgerond. Deze opleiding is onder andere bedoeld voor de verdere vorming van personen die reeds in de media werkzaam zijn. Tijdens de opleiding hebben de studenten kennis gemaakt met de diverse onderdelen van de media, waaronder radio, tv en printmedia. De groep afgestudeerde studenten zal in de derde week van februari hun certificaat in ontvangst nemen.